Bij de eerste Sinti Tattoo Conventie in Zoetermeer. Klopt. Wat is precies zo'n conventie? Nou, een conventie is een plek waar tatoeëerders hun kunstje laten zien. We vinden dit een heel gezellig evenement, omdat het niet al te groot is. Ja, de sfeer is wel enorm gezellig. Het is een leuk publiek en collega's zijn hartstikke leuk. En het is allemaal goed geregeld. Dus, ja. Nou weet ik niets van tattoos. Wat is het precies? Nou, het is inkt in de huid gezet worden, dus ja, dat zijn tattoos. En doet het pijn? Ja. Doet het lang pijn? Nee. Je moet het vergelijken met een schaafwond. En ja, binnen een paar uur nadat je klaar bent met een tattoo is het wel weer oké. Hoe is uw dochter dan op dit beroep gekomen? Dit wilde ze zelf al heel lang, vanaf dat ze klein is tekent ze al heel veel. En ja, ze wilde gewoon heel graag tattooartist worden. En ja, en zo komt van het een het ander. Wat is haar stijl? Realisme, portret. Heeft ze wel eens gezegd, deze tattoo ga ik niet doen? Of heeft ze geadviseerd iets anders te doen? Ja, er zijn grenzen. En die zijn? Met name in het gezicht. En uiteraard ook teksten die niet kunnen, die zal zij niet zetten. Of afbeeldingen die of racistisch zijn of gewoon niet kunnen, dat zal zij niet zetten. Nou, ik ben Nienke en ik ben hier aan het tatoeëren op mijn eerste conventie die ik daar doe. Ik kon meedoen, dus een hele mooie uitdaging voor mij. En waar doe je normaal je tatoeages maken? In Wieringerwaard, klein dorpje. Vlakbij Den Helder ligt dat en check mee tattoo en dan ben ik eigenlijk in mijn eentje aan het werk. Wat is de reden dat je tatoeëerster bent geworden? Ik hou heel veel van creativiteit en ik kan echt mijn gevoel erin kwijt. Dus ja, ik vind het echt superleuk om te doen. Ja. Waar leer je tatoeëren? Ja, dat is een goeie. Ik heb het mezelf helemaal aangeleerd. Ik ben niet in de leer geweest. Heel veel YouTube kijken, filmpjes kijken, veel op nephuid zeg maar tatoeëren en zo heb ik het mezelf eigenlijk aangeleerd. Moet je ook een certificaat hebben of zo? Je hebt wel, tenminste voor mijn shop heb ik GGD goedkeuring, maar dat is echt op hygiëne zeg maar gericht en voor de rest heb ik niet echt een opleiding, die zijn er ook niet echt voor tatoeëren worden zeg maar. Meestal ga je in de leer. Bij een andere tatoeëerder. En wat kost nou een tatoeage? Ja, die kostte mij €150. En zoiets op je arm? Deze is ongeveer €600. Maar dat is wel een hele vriendelijke tatoeëerder hoor. Laat je tatoeëren? Een mooie veer met vogeltjes. En waarom een veer met mooie vogeltjes? Ik denk een beetje vrijheid.
Ik vind het gewoon een hele mooie, heel mooi. De veer vind ik gewoon heel mooi. Ja. Is het je eerste tatoeage? Nee hoor, ik heb er veel meer. Jij komt hier voor de tattoos? Ja, gewoon kijken van hoe de artiesten zijn en alles. Oké. Maar ik heb even geen geld om er even een nieuwe naar mij laten zetten, maar... Want ze zijn duur? Dat is een duur geintje die tattoo zetten, ja. En je hebt er veel! Ja, ik ben ook al heel wat kwijtgeraakt al. Nou, I'm a tattoo artist and this is my colleague. So, he wants to compete, so I let him compete on me. What kind of style do you make? I make kind of a new touch of old school. Yeah. So like a Popeye the Sailor Man? Almost, but a new touch, a modern old school. Where do you come from? Sweden. Oh. Yeah. And what do you have? What kind of tattoo are they making? Realistic, black and gray, and portrait. And we have win two of them. Best portrait. Best Elastic of the show. Wir sind gestern angefangen mit einem Motiv von Jack the Ripper und das ergänzen wir jetzt. Also das Motiv spielt so in der viktorianischen Zeit und zeigt alte Bauwerke und ein See, ein altes Schiff. Der Tattoo-Artist Lucky kommt aus Lettland, Riga, und der ist halt nicht so oft hier. Und da hat sich die Gelegenheit ergeben, dass wir hier auf die Convention kommen und uns treffen und dann das erarbeiten. Kann je vertellen, waar deze meneer vandaan komt? Ja, die meneer die komt uit Nieuw-Zeeland. Dat zijn Maori. En waarom is dit nou zo speciaal dan? Dat is een hele traditionele manier van tatoeëren. En jij hebt ook tatoeages in je gezicht. Wat zijn het voor tatoeages? Die heb ik ook van hem gekregen. Het heet Healing Inked Tattoos. Ja. Dat betekent dus dat het een genezende werking heeft? Ja, in principe wel. Ja, op wat voor manier? Het geeft je kracht. Zo moet je het uitzien. Kracht of energie of liefde. U bent van het Sinti Inkt Convention, de eerste in Zoetermeer. Waarom hebt u dit georganiseerd? Ik heb dit georganiseerd omdat ik al heel lang met deze droom in de rondte loop. Ik heb nu zo'n jaar of 8, 9 heb ik een tattoo shop hier in Zoetermeer in de Dorpstraat. Dit was altijd een stil gekoesterde droom. Daarnaast vond ik het belangrijk voor Zoetermeer om iets anders te gaan doen. En het is een internationale conventie. Waar komen de mensen allemaal vandaan? Eigenlijk van over de hele wereld. Het tatoeëren op zich wordt natuurlijk steeds populairder. U hebt heel veel ervaring natuurlijk. Ja. Wanneer doet het nou het meest? Waar doet het meeste pijn en waar doet het minste pijn? Nou, wij zeggen altijd, daar waar de zon niet schijnt, daar doet het het zeerste. Ik vind dat je zo'n verschrikkelijk mooie tattoo hebt van een muziekbalk. Waarom heb je die op je arm? Omdat ik zelf in de muziek zit. Okay. Dus vandaar de betekenis ook. Ik ben bassist. En wat zijn ze nu op je arm aan het maken? Natuur. Compleet bos. Ontwerplig hier. Oh. Ik zie ook nog, misschien is dat heel persoonlijk, 25-2013. Ja, dat is mijn moeder. Die is overleden toen. Ik ben Patrick de Bruin. Ik kom uit Delft en... zoals je ziet, steampunk, dat is mijn passie. Het heeft een aantal spelregels en ik vind bijvoorbeeld, ik gebruik geen nieuwe materialen, geen plastic. En het is het vooral hergebruik. Het specifieke vind ik dat het, net zoals bijvoorbeeld nemen de trein, het oogt alsof het echt een werkende trein zou kunnen zijn. Maar het is natuurlijk ook een beetje de fantasie, die wordt dan ook geprikkeld.